over waar we op welk moment naartoe moeten. www.borsato.nl is het. www. Ja, dat is zo kort mogelijk. Dan zou je dat hierbij, want straks gaan mensen denken dat ze hier kaartjes kunnen... Laat ze maar kijken. Daar staat volgens alle informatie in over de tour die je wil weten. En hier is maar een Dan zou ik dat hier zetten, hieronder zal ik het dan maar doen. Ja. In 1995 komt de single Vrij zijn uit. De Marcomania barst dan echt los. Zachte haren van een beeld langs haar. Het eerste wat we deden was een band zoeken. En Marco moest niet de zoveelste soundmixer worden die met een bandje door het land heen reed. En discotheek uit. Daar had hij 4 jaar lang van geleefd. Maar daar moesten we toch betrekkelijk snel ook weer van af. Credible zijn worden en blijven. Dat is heel erg de essentie van het begeleiden van die momenten geweest. Er gebeurt gewoon iedere keer, tot nu toe gebeurt er iets. Als we even zeg maar een veel voorkomende situatie nemen. Dat ik een tekst van mij aan John geef. Of John geeft een melodie van hem, van zichzelf aan mij. En vervolgens belandt dat bij Marco. Dan kan de tekst op papier mooi zijn. En dan kan de muziek zonder tekst mooi zijn. Maar het wordt pas echt gewoon... Er gebeurt iets mee op het moment dat het dan af is. En dan heb je echt een voorbeeld van het mooie gezegde dat het geheel meer is dan de som der delen. Met John? Johnny met Han. Hey, is het nog gelukt? Nou, ik heb zitten stoeien met What Is My Name. Ja. Ik vind het thema heel mooi, maar ik heb er van alles op losgelaten aan bewoordingen. Maar het wordt heel zijig als je zeg maar... het oorspronkelijke idee intact houdt. Wil je een beetje horen wat ik tot nu toe heb? Oh, wacht even. Dan schrijf ik gelijk even mee. Oké. Dat heet nu Wat is mijn hart? En dat is ook gelijk de eerste regel. Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is. Als het bloed wat het doet, nu het boos en verloren is, wat is mijn hart? Wat is mijn hart? Als het leeg, als het oud, als het koud. Voor het eerst in 10 jaar wordt er een grote fanclubdag georganiseerd. Nou, de fans komen nu binnen, als het goed is, hè? Nou, dan hebben we even een half... De presentatie van de fanclubdag is in handen van TMF-presentatrice Tooske. Nou, dan gaat Tooske zo meteen als eerste de zaal in om 2:30. Die gaat iedereen welkom heten, een soort van inleidingje. Dan vraag je, hé, mijn lief, je bent hier heel klein. En dan ga je naar het einde. Maar ik deed even zacht, anders zit je haar gelijk weer. Er zijn twee fans die ook zelf mogen filmen. Ze willen graag heel even met jou in gesprek en even filmen. Dat kan, zullen we dan daar in de gang maar even doen, hè? Toch? Ja. Ik ga daar wel, hè. Goed. Gaat prima. Mooi. Ja. Denk aan wat je voelt. Ik denk aan hoe je laat. 1996 is het jaar van de waarheid. Binnen 24 uur gaan er 300.000 exemplaren over de toonbank. In totaal worden er 700.000 albums van de waarheid verkocht. En hoe je voor me leeft.
Tot nog toe als complete liedje ben ik het meest trots op de waarheid, denk ik. Omdat het zich voor mij zowel textueel, qua onderwerp en qua structuur en ook muzikaal onderscheidt van wat ik tot dan toe zelf kende eigenlijk. In het privéleven van Marco zijn parallellen te herkennen met de tekst van het nummer. Zijn relatie loopt stuk. Hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is? Als ik iets schrijf, dan heeft dat niet per se betrekking op iets wat er op dat moment gebeurt. Sterker nog, met de waarheid was het zo dat de waarheid kwam. En op dat moment ging Marco zijn relatie daarna uit, nadat hij het had ingezongen. Het was heel raar, want de pers pakte dat gelijk op. Het was in principe voor de plaat heel goed, want iedereen had zoiets van, ah, die Marco, een relatie uit de waarheid. Hij zingt dat zoveel overgave, maar hij had het al lang ingezongen toen dat allemaal nog moest gebeuren. Jongens, spaar je rolletjes, want we zijn er nog de hele dag en je kan de hele dag foto's maken, dat beloof ik. Wat is mijn hart? Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is. Als je hem ziet zingen ook, ik bedoel, de meeste zangers of zangeressen staan. En die hebben wel wat expressie, maar dat is waarschijnlijk toch het Italiaanse in Marco. Als je hem ziet zingen, dan zingt hij werkelijk met elke vezel die hij in zijn lichaam heeft. En ik vind dat prachtig en dat schrijft ook lekker. Dus hij kan een hele hoop dragen aan emotie. Wat is mijn naam? Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer? Maar aan, spreek hem uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het stopt, niet meer klopt, als het niet meer is toegewijd. Als het hart en verwacht zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? Stop even, neem even een pauze, dan kan je stemmen, want je hebt zo hard gezongen. Yes? Oké. Kom even hierheen, dan zoeken we dit even uit.